Succes. Ja, ja. Let's go. Ik lig in de bush. Ik ben Robin Hood. Oh, ga ik nu al vermoord worden? Door Laurens. Vermoorden. Oh. Al twee. Zo. Twee doden. Ik report Stijn lag in admin. In admin. Dit kan Lars zijn. Nee, ik en David waren samen in admin. Ja, ik reporteerde het. Ja, en hij ligt in admin. Hij ligt in admin. En Stijn ligt in admin. David. Nou, ik was even aan het begin met David? Ja, toen was ik met jou een admin. Daar bleef ik. Nee, toen wilde ik net weggaan. Toen kwam Oxygen. En toen ging ik, hoe heet het, Oxygen fixen. En net toen ik hem gefixt had, kwam Lars binnenlopen. En volgens mij liep we ongeveer tegelijkertijd naar weg. Liep toen meteen weer weg. Dus wij twee zijn het nog niet. Maar nou ja, nee. Daarna zag ik hem niet meer. Dus ik weet niet waar die daarna was. Alleen ik denk dat hij met mij mee... Wacht even mijn route. Het was, ik ging naar rechts toe, naar weapons. En toen heb ik ik heb O2 opgelost samen met Stijn. Ik ging naar beneden, naar Nef samen met Stijn hebben we dingen opgelost. Stijn ging naar boven toe. Die is dan waarschijnlijk naar admin doorgelopen. Ik ging naar beneden toe. En op dat moment kwam ik Lars tegen bij Shields. Ja. Toen heb ik de trash gedaan. En toen ben ik doorgelopen naar admin en daar was Stijn dood. Dus ik weet dus niet of Lars genoeg tijd heeft gehad. Nee, daar. Ik had nog nooit. Stijn, ik kan er toch nooit helemaal naar admin zijn gelopen? Hoe ben jij gelopen? Want ik ben helemaal linksom gegaan. Ik ben naar Electrical gegaan, of Electrical, en dan door naar de camps. En toen ben ik gewoon zo'n rondje weer terug gaan lopen bij Cafeteria. Maar ik ben niet admin ingegaan, want ik ging uiteindelijk... jawel, ik ben wel Stijn tegengekomen. Naar admin toe. Ja, skip denk ik. Skip. Ja, ik ben Stijn tegengekomen toen ik naar wat is dat? Ding is, ja... Volgende ronde zeg het wel. Ik denk dat het zelfrapport is, maar dat is maar een Ja, dat is dus bullshit. Ja, maar dat denk ik, dat is een intuïtie. Dat kan helemaal niet. Ja, precies. Dat kan helemaal niet. Kan juist wel. Nou ja, ik heb Niels nooit gezien helemaal. Het is precies voorbij. Wat zijn we aan het doen? Waarom loopt iedereen continu met z'n vieren bij elkaar? Nou, ik ben al klaar met mijn taken. En ik zo te zien bijna iedereen. Ik moet van mij nog 1 wires. Of 2. Ja, precies. Ik moet nog naar lower engine. Dus als we dat nog gewoon even met z'n allen afmaken, hebben we gewoon nog een upper engine. Ik liep net wel door naar lower engine. Laurens die wilde naar rechts gaan, admin in. En toen volgde hij mij plotseling weer. Dus ik was even bang. Maar dat hoeft niks te betekenen. Waar was dat? Bij admin. Ik liep rechtdoor naar beneden. Jij ging eerst admin in. En toen zag je dat ik doorliep. Toen liep je achter me aan. Dus ik werd bang van jou. Maar dat is puur een emotie. Ik ben admin toch helemaal niet in geweest deze ronde? Nee, nee. Wij liepen net na de oxygen. Liepen wij samen naar beneden. Ja, en toen stapte jij 2 stappen admin in en toen weer naar buiten. Want ik zag Lau. Oh ja, sorry. Ik heb Lau ook wel... Hoe liep jij ook weer, Lau? Ik, aan het begin. Oh, geen idee. Waar liep ik aan het begin? Vanaf welke kant kwam je naar Reactor toen Reactor gemaakt werd? Onderaf, ik liep samen met Lars. Ja, wij waren samen admin eerst. Ja, en Lars had mij prima kunnen killen en ik had Lars kunnen killen. Dat niemand doorgaan. Ja, ik denk dus dat of Lars het is of David. Of David of Lars. Lars of Laurens, sorry. Lars en Lars. Lars of Laurens. Want David had... Ja, wij waren het bij elkaar. Alle twee te kijken naar admin. En ik denk niet dat Lars het is. Lars heeft te veel kansen gehad om mij te killen. Ja, ik denk dus dat Lau het is. Ja, dat is precies. Dat is een goede gok van Steve, want Steve is nooit naast. Dus dat is... Ik gok... Ja, ik ben steeds meer bang dat Steve het is, maar... Ja, ik denk ook dat Stefan het is, hè. Ja, goede foto. Sukkel, ja. Ja, echt. Jij bent weer te traag. Ik heb die eerste 2 kills waren goed. Maar ik wilde David killen. Maar David kwam ik maar niet tegen. Ja. Je moet ook niet 1 iemand willen killen. We hebben geen zin. Jawel, dat was slim geweest. Hey, je had mij moeten killen. Ik vond mensen suspicious. Maar ja, alleen jij zei dat ik het was. In de tweede ronde alleen maar met z'n 3 bij elkaar. Ja, ik was echt goede kill. Die eerste kill. Ik heb heel lang alleen een admin gestaan. Toen kwam Lars erbij en toen gingen we naar reacten. Heeft mij prima kunnen killen. Stefan is wel erg vaak, vaak dingers, hè? Dat is wel zo. De imposter. Ja, Stefan is het vaak. Ja, maar ik ben waar is Stijn? Ik ben hier. Oh, oké. Nee, dus, ik zag alleen vraagtekens boven zo. Ja, ik ook. Oh, you're disconnected from the server. Oh, nee. Oh, doen we dan... gaan we eruit, of? Ja, imposter killen voor iedereen. Ja, nee, dan kunnen we beter imposter even eruit kicken en dan is die snelle klein en hebben we nog de lobby. Ja, hier. Is de imposter? Ik ben de imposter. Ik ook niet. Ja, ben jij echt de imposter? Ben je weer de imposter? Ik ben de imposter. Oké. Voor Stijn is dit. En statistieken zegt dat ook. Precies, statistieken. Ja. Ieder fuck stemt er nou voor deal. Ja, jongen, dat was druk, jongen. Waarom? Is Niels het toch? Nee. Misschien is het toch Niels het. Jongens, ik wil joinen. Ja, maar we zijn een potje, alleen niemand vote. Steven zegt ik ben hem en niemand vote voor Steven. Hij vent hier gewoon, niemand doet die emergency meeting. Kom op, gewoon Niels eruit. Ja, nou is wat Niels eruit. Maar dat werkt niet. Nee, we willen met je moet gewoon Stefan eruit, dan kunnen we opnieuw beginnen. Ja, dat klopt. Ah, man. What the fuck? Ik hoorde echt 30 keer dat geluidje. Bliep, bliep. Ja, ik ook. Ja, goed bezig. Stefan. Goeie vote, Stef. Goeie vote. Bijna nog. Ah, je had toch niet gewonnen? Je werd toch te traag. Jawel, ik had dat gewonnen. Stef, je had het vorige potje ook niet gewonnen. Ik had gewoon in 1 ronde 2 kills. Alleen was gewoon, ik moest sneller killen. Ja, goed, maar ook toen in 2 rondes 0 kills. Nou. Stijn, ik ben rejoinen. Ik ben nog hier. Doe. Top. Ja, statistisch gezien is Stefan al weer. Sowieso had het rondje niet door kunnen gaan, want ik was blauw. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Ik wou dat zeggen, je was een andere kleur. Ja. Dat is wel raar. Blauw. Net als mijn stratego, jongens, Stijn. Ja, ik ben altijd blauw. Ik ben altijd zwart, ook met real. Ook met real life. Nee, alleen met penis. Ligt hij in de electrical? Hij ligt in de electrical, ja. Ja. Ik zag er nog, een body liggen op de camps. Nee, op de, hoe heet het, admin. In de electrical? Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat het een vent is, maar ik heb geen idee, want het enige wat ik zag was dat Stefan en Niels waren bij de oxygen in admin. Ja. En ik had David een paar keer gezien. Ik kan David bij de oxygen bovenin. Ja. Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat dit al een tijdje ligt. Ja, maar het kan David zijn geweest, want hij had hem kunnen killen in electrical, kunnen venten naar medbay en toen stond hij namelijk linksboven in de cafeteria, toen ik hem tegenkwam. Maar is er iemand in electrical geweest? Maar David had mij ook al kunnen killen. Dus ik ben helemaal in het begin bij electrical geweest. Iemand anders? Dus zag ik volgens mij ook in het begin. Ik kwam dus nog tegen in electrical. Ja. Ik moet nog naar electrical, ik heb daar tasks. Ik sta nu in de electrical en toen vond ik een lichaam. Ik ben suspicious. Ik weet niet hoor, ik skip hem. Ik ben suspicious op David, maar ik skip hem ook. Ik zit echt geen idee. Stijn, wat? Waarom nou op mij? Ja. Jij bent het. Ik ga jou volgen. Ja, moet je doen. Prima. Dat dacht ik al. Ik heb geen idee. Maar je bent net met z'n vieren bij elkaar. Ja, Lars die kwam als laatste bij ons admin binnen en toen ging hij naar de bovenste, toch? Ja, ik zag jullie alle drie daar staan. Tenminste, ja. Ja, ik snap dat je naar de bovenste ging, maar het feit dat je als laatste aankomt... David stond er al toen Stijn en ik daar aankwamen. Dus het feit dat jij als laatste aankwam... Ik kwam vanaf cafeteria, vanaf boven kwam ik daarheen. Ja, weet je waar de body ligt of niet? Hè? Weet je waar de body ligt? Die ligt in wat is het? Nee. Reactor, hè? Waarom zeg je dat nou voor? Klote David. Nou, als hij het niet weet. Maar, ja, maar hij kon nog niet eens antwoord geven. Ik heb een leuke ontdekking gedaan. En dat is dat blijkbaar lijken, die zie je ook op het admin-scherm. Dat wist ik niet. Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Dat klopt, maar dat is al... Dat is best cool. Ja. Maar terug naar het punt. Ja, ik probeerde dus, ja, nou, dat is dus nu mislukt door David. Maar ik probeerde Lars uit de tent te lokken. Maar jongens, ik ben klaar met Tess. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ja, het is, we zijn nog bijna klaar, dus we kunnen beter... Ik nog maar eentje. Ja, het gaan we eerst allemaal... We z'n allen samen. Ja, ik moet naar Shields. Oké. Okay. Was te proberen, hè? Nou, dat was hem. Ja, maar die tas gaat veel te snel. Je hebt echt niet genoeg tijd. Nou, het duurt ook wel lang hoor, voordat je kills had. Ja, maar ja, dat klopt ook wel, ja. Ja, misschien dat we de kill-cooldown iets lager moeten zetten. Maar nou, misschien iets meer taskt, want dat gaat echt best wel snel. Ja, misschien 1 common task erbij, zo. Ja, ja, is goed. Kom maar. Voor mijn gevoel ben je ook al best wel snel klaar met je taken. Ja, klopt. Lars, ik vertrouw die wel volledig. Dus dat, ja, maar dat soort dingen bij Stijn, dat is gewoon... Ja, ik vertrouw Lars helemaal niet, maar... Hij is helemaal daar. Ja, omdat hij het had verpest. Dat is een goeie. Wie is dood? Okay. Stijn? Is Stijn dood? Oh, ik wou nu vol op Stijn gaan. Kut. Maar Stijn was nog levend toen we de reactor uit gingen zetten. Toen ging ik naar... Ja, ik heb met Stijn... jij ging met mij naar boven. En nee, Lars ging even naar beneden. Ik had nog een taal. Nee, ik liep met jou naar boven, met mij. Waar lag hij? Ik denk dat het David is. Maar je hebt Laurens gevonden, toch? Nou, ik zou je zeggen... Hè? Ik heb Laurens gevonden, maar op het feit dat Stijn dood is... David liep volgens mij met Stijn mee. Ja, ja, dat denk ik. Dus want Lars bleef staan in reactor. David. En luister. Ik liep met Stijn naar beneden, dat klopt. Stijn die ging electrical in. En ik liep door en toen liep Niels. Wij kwamen elkaar bij admin tegen. Toen liep jij naar beneden. Dus ik weet niet waar jij naartoe ging. Ik ging, ik stond in admin en toen keek ik op de ding. En toen zag ik dat er iemand in weapons was. Dus daar liep ik heen en daar lag Laurens. Ja, en... Niels, die ging ook nog terug naar reactor, want ik had zeg maar een taak in reactor, dus hij had mij daar ook gewoon kunnen vermoorden. Want ik ik wou even checken wat jij ging doen. Ja precies, maar hij kon me dus wel vermoorden daar. Ja, ik denk dat David is, ik heb ook al gevoten. Nee. Maar het zou ook Stefan kunnen zijn. Ik ben het niet, want ik liep met Lars in upper engine. Oké. Okay. Ja, dat zegt niks. Ja, maar dan kan je, want jij was in cafeteria en daarna kon je naar medbay zijn gegaan, gevent naar electrical, gekilld, gevent en dan in upper engine. Toen ben ik naar links gegaan, En toen kwam ik Lars tegen. Ja, maar het had gekund, zeg maar. Mocht het David niet zijn, dan denk ik dat jij het bent. Maar het is David wel. Ik heb geen idee. Ja. Ah, ik had moeten skippen. Jongen, David, jongen, jij vent echt naast me en ik denk, ik ben nog snel, want er staat een redelijke afstand tussen ons. Nee. En je kan me gewoon nog killen op die afstand. Ja, gast, ik ben in weapons, ik zat 10 seconden die download te doen en ik zie David langs lopen. Ik denk, oh nice, David is het niet. 5 seconden later, ik ben halverwege gedownload. Ja, Laurens dood, ik denk, nou lekker, dan ben ik erin. Ja, ik heb Laurens echt direct vermoord, maar Niels, jouw theorie was niet correct. Stijn leefde toen hij electrical inging en hij leefde ook nog toen ik jou tegenkwam. Ik ging vanaf medbay, ging ik electrical weer in, killde hem en toen ging ik weer naar medbay omhoog. Oké. Okay. Nou, dan had Stefan dat eigenlijk kunnen zien als hij in medbay liep. Ja. Helaas. Nou ja, ik had eerst willen skippen, nou had ik het gewoon overleefd. Jammer. Ja, wie skipte daar? Stefan. Gekke man. Oké. Okay. Ik denk dat Stijn is. Ik denk dat Lars is. Ik denk dat het Stefan is. Want, nee, oké, hoor mij even uit. Ik ben de hele ronde zo'n beetje met Lars geweest en er is geen body. En ik was met hem in electrical en ik deed mijn wiring task. En hij deed even lang over met de download als ik met mijn wiring task en ik had hem in 1 keer. Dus, ik denk dat Lars is. Dat kan inderdaad niet. Ja, maar ik fakte die ook. Oké. Wat? Maar ik ben niet de imposter, maar ik fakte hem wel. Ik zeg gewoon, kijk hoe jij daarop ging reageren. Nee, daar geloof ik dus... Ja, sorry, maar daar geloof ik echt helemaal niks van. En er is niks gebeurd. Ik skip hem, want ik wil wel zien hoe deze theorie verder uitgewerkt wordt. Ik denk dat Lars het is. Ik heb wel op Lars gevoten. Maar ik zeg met name dat Stijn het is, omdat er nog niemand dood is. Ja, dat is ook niet leuk. Maar ik was dus dat is ook zo, als ik in een crew mee ben, dan kan er ook niemand dood zijn. Ja, dat kan inderdaad. Maar de kans is groter als jij het wel hebt. Nou ja, ja. Oh, Stefan, wat ben je langzaam met die kaart, zeg. Ja, toch? Rechts. Eén draadje moet je doen. Ja, ik ben ook voor mij ook een upload doen. Niels dood rechtsboven in de cafeteria. Ik denk dat het David is. Ik ben heel lang op die admin tafel geweest en daar heb ik ook iemand. Want ik liep net de cafeteria in en kom met David de cafeteria uit. Dat klopt. Waar liep je cafeteria in? Ik liep cafeteria vanaf de admin, zeg maar ik zat niet in admin, ik zat die gang. Maar Stijn, ging je van cafeteria uiteindelijk naar admin? Dus gewoon, nee, ik ging van admin zeg maar naar cafeteria, want ik moest daar mijn laatste test doen met de draadjes. Ja, dit ging zo over. Is er iemand in de cafeteria gaan lopen en toen lag de body er nog niet? Ik was alleen linksboven. Ik kwam zeg maar uit Med B en daar heb ik net die scan, die druppelspuit dingen gedaan, die injectiebuizen. Ja. Daar was ik op aan het wachten, toen ging ik naar admin om te kijken waar iedereen was. Daar kwam ik Stijn tegen. Toen danste ik even voor de camera. Ik weet niet wie er op camera zat te kijken, maar daar danste ik even voor. Waarschijnlijk wie zat Stefan op camera? Ik zat op camera, ja. Zag je mij dansen? Ja. Mooi. En dan zag je mij dus ook eerst bij Reactor en dat andere ding. Ja, heb je dan ook bij Map bezig lopen, Steve? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, volgens mij wel. Met waar is Ja, met B. Ja. Daar zit ook een camera boven. Daar danste ik ook voor de camera. Ja, wel. Nee, dat niet, maar ik heb je wel zien lopen. Oh, maar ik denk nog niet dat daar. Ik kwam Stijn tegen in de Electrical, toen was hij zeg maar bezig met lights en toen kwam ik eraan. Ja, hij zat zeg maar niet boven, ik wel, maar daar was natuurlijk ook helemaal niks. Maar David had mij makkelijk kunnen killen, maar hij heeft het niet gedaan, dus. Dat klopt. Ja, ik ben Lars ook hier tegengekomen ergens random. Lars liep naar Electrical. Nou, David was gelijk af. Ja, maar vergeten de stemming. Ja, ik ook. Kapoei. ja. GG. Lars, vind je dat doen, man? Ja. Iedereen loopt op. Als ik iemand tegenkom, dan lopen ze allemaal bij elkaar. Ik weet niet. Ik kom nooit mensen op een goed moment tegen. Ja, maar ik zie je ook gewoon heel vaak ergens tegen een muur random aan staan dat je de task aan het doen bent. Ja, gewoon rennen als impostor. Ja, dat klopt wel. Veel te tijd. Is goed. Doei. 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 Houdoe. Houdoe. Dat is Bravo. Bedankt, Stef. Voor vertaling. David, heb je dat appje gezien van Leo? Van Leo? Ja, moet even kijken. Op WhatsApp? Dat doe ik zo meteen even. Oh, wacht. Het is echt fucking grappig. Waar is Laurens naartoe? Laurens is uit het ding gekikt. Dat is niet aardig. Oké. Ik wil even validatie van de cameraman. Jij zag me daar aankomen lopen. Ja, daar klopt. Ik was dat. En net daarna zag ik Stijn liggen. Of eigenlijk, ik zag Stijn liggen. Ik ging even dansen dat jij me zag. En toen reportte ik hem. Dus je weet, ik was daar niet voordat... Hoe heet het? Ja, ik was net op cam. Dus, maar ik was zeg maar net op cam. Toen zag ik jou daar lopen. En je ging dat even stilstaan en toen ging je erin. Precies. Dus ik ben het. Nee hoor. Maar hij lag, ik ben gewoon... Hoe heet dat? Ik denk dan eerlijk gezegd... Waar lag hij? Waar lag hij dan? Die stuurhut, dat... Navigation. Navigation, ja. Navigation. En dan denk ik dat jij het bent. Ja, dat denk ik ook, maar ik ben het niet. Dan ben jij er waarschijnlijk gewoon uitgevent en weer erin gelopen. En dan zeggen over de cameraman van, ja, dat heb ik gedaan. Kan het niet geweest zijn. Maar, waar leidt die vent naartoe? Naar beneden? Er loopt ook een vent naar O2. Ja, het gaat naar... Ook eentje naar weapons, toch? Naar weapons, ja. Oh ja, of O2, ik weet niet precies. Volgens mij niet naar O2. Oké, weapons dan. Maar in ieder geval naar boven en naar beneden, dus het maakt niet uit. Ja, oké. Dan, ja, ik wilde zeggen, volgens mij kun je alleen maar naar beneden venten. En ik kwam van boven, maar dan houdt dat geen water vast. Hij kan naar weapons venten en dan loopt hij terug naar de body. En dan zou Lars hem gezien, zegt hij ook. Ja. Dat klopt. Ik heb op Stefan gestemd. Ja, maar ik skip hem. Want waarom zou ik zo moeilijk doen als ik niet van tevoren zou weten of de camera aanstaat? Oh, ik had het op mij dan. Had ik Niels eruit kunnen. Ja, ik weet niet. Stefan die hapte zo erg op mijn beschuldiging naar David. Hij stemde niet op mij. Kan ja. Stefan, wat zit je achter mij aan te rennen? Ja, jij loopt continu rondjes om mij heen. Nee, jij loopt ook rondjes om mij heen. Oké, en David heeft... volgens mij heeft David O2 uitgezet, toch? Ja, die boven. Nee, heb ik gedaan. Nee, dat was David, toch? Wacht even. Ik dacht, Lars is verdacht, want ik zie de taskbar niet omhoog gaan, maar ik denk dat het uitstaat en dat je... Ja, staat uit. Ja, oké. Oh, dat zou kunnen. Want daarom deed ik dit. Maar Lars die bleef alleen maar rondjes om mij heen lopen. Het is Stefan. Nee, jij loopt alleen maar rondjes om mij heen. Ja, jij begon achter mij aan te rennen. Dat is niet waar. Ja, jawel, jij liep daarbij toe, ik word bang, ik ga rondjes rennen. Jij loopt alleen maar rondjes om mij heen. Ik kom cafeteria vanaf links binnen. Het is Stefan. Jij staat daar, ik loop naar beneden. En dat... Jongen, we zijn allemaal op eigen stem. Oh. Tombo. Het is Lars. Het is Lars. We moeten nu stemmen, anders hebben we verloren. Ja, anders gaat Lars mij killen. Waarom zou ik dan nu dit doen? Als ik nou ook jou gewoon zou kunnen killen nu. Wat? Omdat het erg verdacht klinkt. Jij... Ik heb geklikt op de button, hè? Nee, dat was ik. Kijk maar. Nee, dat was ik. Nee, je ziet toch van mij dat oproeptekentje staan. Oh ja. Maar ik wilde er ook op klikken. Want ik dacht, ja, het maakt nu toch niet zoveel uit. David, wie heb je gestemd? Wie heb je gestemd, David? David gaat nu vertellen op wie die stemt. Ja, ik ga gewoon klaar, zo doe je. Ja, godverdomme jongens. Oh, zo dom hè, echt. Ik zeg dat je David is, het let me op. Jongens. Dit is echt heel kut dit. Jongens. Ja, ik zie Stefan in mijn ogen venten en ik wil hier doen het af. David, heb jij mij niet zien venten? Nee. Oh, ik dacht echt dat je hem had gezien. Oh, jongen. Maar sowieso, ik was ook met Stefan weg en ik was dood. Rechts in cafeteria. Toen jij naar O2 ging, jongen, ik ging direct in, toen kwam jij eraan. Ik zeg het je, ik dacht dat ik uit mijn ogen ook die vent zag bewegen, maar ik dacht, nee, dat kan niet. Ja, dat had ik dus ook. Ik was bezig met mijn task en ik zie zo'n vent bewegen, dus ik stop mijn task en ik ga lopen. En op dat moment komt Stefan naar binnen. Ja, maar David, ik was ook met Stefan weggegaan en ik was dood. Ja, daar heb ik niet op gelet. En gewoon helemaal niks op Stefan. Ja, maar niemand heeft je body gereport. Dus ze weten niet waar je ligt. Nee, ja, maar als ik met jou weg ben en ik ben opeens dood, dat is wel... Ja, maar jongen, dat was zo lang verdacht. Ja, ik ben er. Dat is gezummer in. Ik ben het, denk ik. Ach, gefeliciteerd Lars, met de overwinning van de Impostor. Ik denk het ook. ja. Nee. Het is Niels, ik zat op camps. Ik zat met Stefan in Apple. Het is Niels, ik zat op camps. Wat zag je op camps? Ik zag Niels killen op camps. Hoe dat? Ja, ik en Stefan waren alle twee. Oké, Lars, niet vertellen waar hij ligt. Body ligt bovenin, David ligt bovenin storage bij de wires. Ja, dat klopt. Het is Niels, ik zag hem killen op camps. Ik zag het hem doen. Jammer, Niels. Nice. Kloot u. Je was er al wel 2 dood, dat is wel snel. Ja, ik had Stijn echt heel snel dood. Ik heb licht uitgedaan, ik hoop met Peter door, ik was weer. Ja, maar ik had David, wat was je aan het doen in Electrical? Ik was aan het kijken wat jullie aan het doen waren, want ik... David zat onder die vent in Electrical, te verstoppen daar. Dus lights gingen uit, ik check even de bovenste body dicht, zie ik David er in een hoekje zitten. Ja, je had mij verteld over die plek waar je kunt gaan zitten, alleen ik dacht... Ja. Is dat daar of waar is dat? Dat is de plek, ja. Ja, dat is de plek. Je moet echt een zwarte skin hebben. Ja, moet je zwart skin. Ja, maar je moet echt een hele donkere skin hebben. Oh, op die manier. Ik dacht dus letterlijk een plek waar je karakter gaat zitten en dan zie je hem niet meer. Weet je zo? Nee, steeds werkt dat. Het is geen stoel daar. Oké. Okay. Stijn dood? Stijn is in Electrical? In Electrical. Dan is Lars. Dan is Lars. Het is Lars. Ja. Ik zat op app in te kijken. Er waren er 2 in Electrical. Plotseling ging er eentje naar medbay. Ik ging naar medbay lopen. Daar kwam Lars uit. Lars is het. Klaar. Heel goed. Lars. Hoi. Ja, en ik zag Lars ook in cafeteria komen lopen daarna. Stefan was het niet dat hij kwam vanaf rechts? Kut, ik heb gewoon blauw-rechts geboot. Waarom? Je staat er ook niks van uit. Nee, het is heel vreemd, want... mij is zoals ik zeg maar Lars aanklik, dan moet ik zeg maar echt links van Lars klikken en als ik op zijn gezicht klik... Dat heb ik ook. Ja. Had ik net ook bij Stefan. Ik had het ook net zo. Ja, maar dan hoef je hem alsnog niet te accepteren als je op een andere gaat. Ja, maar dat doe ik automatisch. Gewoon pijltje is ja klikken. Ja. Oh, detective work is dit? Joho. Letterlijk alle tests in Electric, dus... Ja, daar moet je ook absoluut zorgen dat je eentje bent daar. Ja, dat is echt kut daar. Oké, ik heb gereport. Lau lag voor electrical. Ik heb echt geen idee. Ik heb heel lang gedacht... Wie was er in camps? Ik zat op camps te kijken. Ik heb heel lang gedacht dat Niels het was. Wie was er nog meer in camps? Niemand. Ik was aan het einde op camps, helemaal aan het einde. Ja, helemaal aan het eind was ik op camps. Zeg maar net voordat ik report werd. Toen zag ja, maar er waren twee in camps. Dus maar, er zat iemand in die vent waarschijnlijk. Is een van jullie naar electrical gegaan of in die gang? Ik ben al lang gelopen toen ik naar mijn test moest lopen. Oké, dus dan is hij net gekillt denk ik. Want ik ben het... Ja, maar... Er waren er twee in camps, dus ik denk dat daar zo naartoe is gevent of wat dan ook. Ja, er waren er twee in camps? Ik heb niemand gezien. Ik was alleen. Nee, er staan er twee op admin in camps. Nou ja, ik weet vrij zeker dat misschien dat er een in de vent zat en mij wilde gekillen, dat kan. Niels zat op admin. Ja, ik zat op admin. Oké. Ja. Ja, ik zag jou ook op de gang lopen, Niels. Welke was dat? Op de gang lopen. Ja, want je kan gewoon zien welke gang het zijn, hè? Ja, letterlijk net voordat er gedingst werd. Ja, de gang boven met bij liep ik. Ja, oké, dat klopt. Want ik wou checken of er niet een body in camps lag en dat hij naar medbay was gevent. Omdat er twee in camps opeens waren. Maar, en waar was jij het, Lars, toen de body werd geliefd? Ik was in navigation. Navigation? Ja. Oh, ik heb eerste O2 en admin gedaan en ik had nog alleen nog maar twee. Kwam je mij tegen, Lars? Ik heb David. Ja, wij kwamen elkaar... Oh, nee. Had je mij gevent? Ik denk dat David heeft gevent. Ik denk dat jij hebt gevent naar de camps. Ja, het is David of Stijn, denk ik. Dan kom je er sneller. Ja. Ik denk dat David of Stijn is. Ja, dat denk ik. Jongens, ik zit op admin. En ik weet dus ik weet zeker dat Stijn het is, want we zijn nu nog met z'n drieën. Wacht, heb je net een ding gedaan? Want nee, kijk, bij mij is je helemaal een glitchje. Kijk. Ja, we zijn David, in een gesprek. David die was in storage. Toch? Ja. Dit zag ik op admin en ik zag je ook daar staan. En ik was een admin op die tafel aan het kijken. En ik zie er twee in security. Daarna zie ik er één en dan komt er daarna eentje bij in electrical. Dus ik wist om meteen, oké, die moet dus vermoord. Maar ja, ik zag David meteen staan in storage. Zonder dat hij daar de tijd voor had. Dus ik denk dat Stijn het is. Jouw theorie wordt ook wel onderbouwd. Want Stefan en ik waren in reactor toen die afging. Dus hebben we gefixt. Toen liep ik naar beneden. Kwam ik Stijn voorbij. En daar beneden kwam ik ook jou tegen. Ja, het is Stijn, het is Stijn. Maar ik was helemaal niet aan de linkerkant. Stijn, jij bent het gewoon. Dat kan niet anders. Ik had oxygen gedaan en toen was ik gewoon daar gebleven. Nee, je liep... Toen moest ik alleen nog voor de reactor rijden en toen ging ik gewoon weer teruglopen. Ja, na die reactor liep jij links langs mij. Of liep jij langs me heen bij Electrical. Kwamen we elkaar tegen. En Stefan was nog daar. Dus... Nou ja, maar kun je überhaupt foto's staan of... Boys! Hij is geglitcht. Ja. Dat was wel goed gespeeld, Stijn. Ja, dat dacht ik ook. Alleen blijkbaar wist zij precies waar ze allemaal waren. Ja, Niels slaat op een goede plek, joh. De rechts op de storage, daar kijk je nooit. Dat ook al. Nee, dat vind ik ook al Lars nog aanlopen, dus dan had ik echt net de tijd. Ja, alleen bij, ik ging dood toen de O2 in de gang was in Electrical. En ik dacht, joh, ik wacht te lang in Electrical, daar kom ik niemand meer tegen. Aan de verre kant wilde ik weglopen, kwam Stijn vanuit O2, liep die richting reactor. Ik dacht, dat kan ik zo te zeggen in een meeting. En toen was ik dood. Die vermoorde jou in Electrical. Zo, joh. Stijn onder Electrical. Ja, hij is in de gang, ja. Stefan, waarom was jij als enige niet bij Reactor? Ja, dat was wel een beetje raar inderdaad. Wat ik bij de admin zat te kijken... Dat zag ik. Nou, ik dacht eigenlijk eerst dat waar Stijn lag, dat daar de imposter zou zijn, maar Stijn was dus dood. Oké. Okay. Maar waar lag Stijn? Ik weet niet precies, rechts onderin, wat is dat? Niet Shields, maar de naam. Shields? Communications? Communications, ja, daar lag ik. Rechts onderin, oh kloten. Ik heb een hele tijd jullie zijn een keer met z'n vieren in storage geweest. Ja, ik moet één van die vier zijn geweest. Ik ben niet in storage geweest. Jij is bullshit. Dan lieg je gewoon. Je gaat van admin naar cons. Ja, op het moment dat jullie bij de reactor waren op het allerlaatste. Ja, echt. Ik kan ook niet goed voor jezelf. Nee, maar jij stond die tasks te doen met die draadjes. Blauw. Toen was ik in admin. Ik heb 3 tasks gedaan in admin en toen ben ik op die camera gaan kijken. Laurens, jij bent in navigation geweest, toch? Nee. Ik was in nav. Nee. Oh, ik ben niet. Lauw is het niet. Lauw is het niet. Oh, nee, goed gezien. Ja, ik heb David in nav gezien, op de camps. En Lars in, ook in die richting en die liep toen naar weapons. Ja, dat klopt. Dus misschien dat Lars helemaal vanaf onder naar boven is gelopen, maar ik weet niet. Ik was nog met Stijn in, hoe heet het, storage, daar beneden bij die task, hè. Toen liet ik hem alleen te lezen. Dus ik heb hem niet vermoord, dat weet ik wel. Maar misschien iemand anders. Misschien is het een self-record. Sowieso iemand anders, David. Hij gaat niet zomaar dood. Nee, dat klopt. Nou, misschien niet stick en corona. Sorry. Het is Lars. Helemaal niet. Lars stond super lang bij O2. Ja, ik klikte het verkeerd in. Ja, jij klikte hem verkeerd. Ja, ik geloof Lars wel. Ik denk dat het Stefan... Dat kan wel zijn hoor. Ik kwam Lars ook best vaak tegen. Hè. Zelfs helemaal alleen in Electrical. Daar kilde hij me niet. Niels, ja, maar Laurens, vond je ook niet dat Stefan heel erg verdacht beetje zat te lopen bij ons? Ik vind Stefan sowieso verdacht. Echt, alleen hij is het niet. Ja, want ik heb heel lang bij Weapons gestaan en hij kwam 3 keer omhoog om te checken of ik dood was. Ja, nee, ik was aan het kijken of jij wel die task aan het doen was. Omdat die duurt best wel lang. Ja, maar ik verwijs het Stefan niet. Alleen Stefan is altijd erg verdacht als hij het niet is. Ja, dat is waar, maar alsnog... Ik denk dat hij hem vorige pot heeft zelf gereport. Nee, waarom zou ik hem zelf gereporten? Omdat je op de admin hebt gekeken waar iemand alleen was en die heb je toen gekild en gereport. En dan deed je alsof je dacht dat daar een lijk lag ofzo. Dat denk ik. Waarom zou ik wel doen? Maar ik weet het niet gerust. Ik vind Lars. Jullie gaan op mij stemmen, let maar op. Ik heb geskipt. Laurens, ik heb hier gered, Stefan. Volgens mij is het Lars dan, als hij voor Stefan stemde. Ja. Hallo, Lars voor Stefan. Dat is wel erg makkelijk om zeg maar even iemand uit te krijgen. Ja, maar hij gaat mij meteen beschuldigen. Ja, maar dat doet hij altijd. Ik zou jou ook beschuldigen, je bent roze. Als kleurist is dat kleurist. Ik zou gewoon zeggen purist. Lars staat gewoon, die staat dan eerst een kwartier op de camps en dan gaat hij een kwartier bij admin staan. Gast, kill gewoon iemand. Het kan niet, jongen. Ik zweer, als ik iemand verboord, ik zie altijd iemand in de buurt. Boeien, dan moet je killen en stel vent. Dat was alleen met mijn Electrical. Of had je dat is gewoon een gratis kill. Moet je die alweer per se binnenkomen, dus ik moest weg. Wie zat er in security en de camps waren niet aan? Dat vond ik echt bijzonder. Lars dan misschien. Zat jij in de vent of zo, Lars? Nee. Ja, daarom ging ik ook naar naartoe. Ja. Ik dacht, er is iemand in security in de kamer staan die aan. Wat de fuck is dit? Stefan en ik stonden bij de opening van security te wachten tot Lars iets zou doen. En Lars zat op de campus. Oké. Ik dacht, daar ligt een lijk. Een lijk kun je op camera's kijken. Oh, nee, dat is waar. Jongen, ik had... Hij ligt in security, toch? Nou, daar kom ik vandaan, what the fuck? Ik was in reactor. Stefan, ligt hij? Security? Ja. Ja, ik zag het op admin. Ik heb hem zien venten, alleen het kan David zijn. Of Lars. Maar ja, wacht even. Als nee, ik was bij Stefan in navigation. Stefan precies, wat ik, maar... En jij kwam nog tegen... Ik was een admin aan het kijken. Ja, alleen ik was een admin aan het kijken en ik zag dat die venten naar electrical. En toen dacht ik, oh, weet je wat, ik ga gewoon snel electrical toe kijken of die eruit komt. Alleen toen zag ik jou vanuit storage komen, dus ik weet niet of je van links of rechts kwam. Daar twijfel ik op. Wat was je eerste task? Mijn eerste task? Hè? Dat was in navigation bij jou. Dat kan dus never nooit zo zijn. Want ik had daar al 2 tasks gedaan en toen kwam jij daar. Wacht even. Ja, klopt. Alleen, jij had volgens mij een lange task. Er zijn hele korte tasks, hè? Want hij is gevent, 100%, denk ik, naar beneden, naar electrical. Oh fuck, ik begin echt te twijfelen. Wat ik dan was... Steve, waar was jij op tijd? Ik heb het gevonden. Wie zat en waar was je ervoor? Was je upper engine daarvoor? Nee, ik was met David in navigation. Ja. En maar hoe ben je naar security toe gegaan? Langs via cafeteria. Dus hij is niet via de bovenste gevent. Nee, ik ben ik heb op Lars gestemd. Ik denk dat het Lars is. Ja, ik kom met een reactor lopen, maar ik ging niet in security. Ja, nee, precies. Alleen iemand, de imposter was aan het venten tussen electrical, Mad Bay en security. Heeft security gekillt, toen ging hij weer naar electrical toe. En daarna wilde ik hem pakken. Alleen het kan dus zijn dat Lars vanaf weer terug is gegaan naar security, want hij zei ik heb niemand gezien. Ja. En op admin zag ik 1 iemand in upper engine. Kan ook David zijn. Ja precies, daar twijfel ik ook over. Het kan David zijn. Alleen toen ik vanuit storage kwam, leek het alsof David vanaf rechts kwam. Die rechts? Nou, ik ben het niet. Het is of David of Lars. David, waar ligt hij? Lars, waar heb je hem gekild? Precies. Hoezo? Waar ligt hij, David? Even. Hij ligt in admin. Ja, dat is Lars. Lars kwam als laatste binnen bij ons. Precies. En ik was al in admin. Ja, ik was al in reactor toen Stefan en Lau aankwamen. Niet zo snel klikken. Het is Lars. Nee, want niemand heeft de body gezien. Dus wat David kan doen is zeggen dat hij in admin ligt, maar heel erg... We hebben hem gevonden toch, David? Hij ligt in admin. Hij heeft hem gevonden. Ja. Ja, dat betekent toch ook dat hij hem kan killen? Maar zo werkt dat niet. Dat kan niet. Het zou, ja, het klopt. Het zou een zelfreport kunnen zijn. Ja, het zou kunnen. Ja, maar... Ik heb geskipt. Gaat Lars eruit. Hebben we in ieder geval gewonnen. Zeker waar. Zeker waar. Kom op, man. Ik dacht het ook al. Dit mogen vaak. Ja, what the fuck. Ja, ik ben hem nog niet eens geweest vandaag. Nee, ja, gewoon de 6e keer of zo. Als die wint nooit, kom op Lars, moet je wel winnen als post. Ja, maar... Ja, waar zijn de brickbrainplays? Ja, je moet gewoon even killen, je moet niet zo moeilijk doen. Je is altijd of bij kamers of bij admin, dan kan je geen flik meer doen. Natuurlijk wel, gewoon een beetje in de gang killen. Juist niet. Kill op camps, navigation. En wie is het? Niels, Stefan is het. Waarom ben ik het? Ja, omdat jij in jij loopt navigation uit, samen met Niels. Ik zie je in de gang killen, ik zit op camps. Ik zie hem je killen en je loopt door. Stefan, ja. Waar ben ik nu dan? Weet ik veel, ik kan het niet zien. Ik zie jou in navigation killen en dan heb ik meteen weggerend voor emergency meeting. David heeft mij daar zien lopen. Ja, dat niet goed dus. Steefje, ik heb je op camps zien killen. Ik vind dat Lau wel heel snel zegt dat 7 is. Ja, goeie. Goed om eruit te komen. Nee, ik ben het niet. Steefje, je bent het wel. Nee. Ik zie je killen op camps. Nee. Hoe kun je het dan niet? Ja, dat zie ik dus wel. Stem maar. Ik vind Lau toch ook wel hoor. Oké, ja. Ik ben een beetje sus. Avond, goeie stem, David. David. Sukkel, Steefje, echt. Lekker. Oh. Stefan, jij vente ook van weapons naar navigation, of niet? Nee. Huh? Oké. Nou, daardoor liep ik in ieder geval naar jou, want ik zag iemand van navigation opeens naar weapons gaan. Dat was echt een bot imposter, zeg. Jezus. Dit zijn goede rondes. Betere Stijn imposter, die speelt tenminste goed. Is dat leuk? Ik weet niet of een potje doen. Ik ben de beste. Nee, ik ben zeker niet de beste. Wie was er boven bij O2? Ik hem. Stefan, Niels en ik. Stefan en Niels. En ik. En jij. Ja. Met z'n drieën. Ik heb O2 opgelost. Maar wacht, wie waren er dan eerst beide in weapons? Stefan en ik. Dan is Niels het. Want ik was met Stijn admin en Lars die lag bij, hoe heet het? Storage. Dus Niels was de enige die toen, want er waren er 2 in storage, Stijn en ik waren in admin, Stefan en Lau waren boven. Ja, dus dan is het of Niels of het is de self-report. Ja. Ik sta, heel goed. Maar ik sta Niels. Maar als Niels er niet is, dan stemmen we de volgende keer David. Ja, dan staan we Stijn eruit inderdaad. Wat, mij? Nou, dit is Niels al. Detective David. Boom, shakalaka. Snelle ronde, hoor. Dat is heel snel, ja. Gesloopt, jongen. Moeten we 2 imposters doen? Misschien wel, ja. Gast. Dat is het. Eén dubbel kill en klaar. Nou, we kunnen 2 imposters doen met super lang kill. Met z'n 2 elektro. Nee, we houden wel gewoon veel. Gewoon niet van die bots hebben, joh. Gewoon een beetje normaal killen. Ja. Ik wou een risicootje nemen. Klote. Echt geen enkele keer ben ik impostor. Ja, 1 keer, maar... Ja, Lars, we weten weer hoe ver het is, hè? Het is Stefan. We weten weer je zegt toch geen klote als je impostor... Ik wil juist impostor zijn. Dan zeg je toch geen klote? Ik snap het echt. Dat is ja, hij probeert Niels het meteen dit. Het is Niels. Nee, dit deden we vorige keer ook, Lars en ik. Dit is gewoon easy gimme. Het is Niels. Oh, op wie stemmen we nou? Snap jij er iets van, Stijn? Ik snap er geen ene punt van. Dat kan ik nog niet weten. Nee, precies. Dit doen Lars en ik dit altijd als die dat skippen. Jongen, what the fuck. Jongen. Het is Stefan. Ja, echt wel. Hij ging toch met 2 gestrekte benen op mij daarna gelijk. Dat hoorde je toch. Ik weet gewoon echt zeker dat het Stefan is. Ja, statistisch gezien, ja? Nee, niet statistisch gezien, maar gewoon, ik weet het gewoon zeker. Statistisch gezien ben ik het. Maar... Hoe die na die beschuldiging ja, dat waar, met 2 benen in mijn rug. Eigenlijk moeten we op lak stemmen, ja, maar... Nou, nee, ja, is... ik ga skippen, het is stom. Ja, ik heb ook gestemd. Ja, dat is... Ja. Gaat ook op Stefan stemmen. Ja, maar Stefan is ook raad die dan op Lars en Niels stemt, dat is wel raar. Ja, Niels heeft nu volgens mij geen emergency meetings meer, dus dat is goed. Nee, Niels en Lars al bijna niet. Oh, klopt. Ja, je hebt maar 2 keer en dan kunnen we normaal spelen. kom Lau, kom Lau. Nou, ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven. Ja! Is Lau dood? Nee. Nee, David is dood. Boven in de electrical. Ik wil even iets terughalen van heel vroeg. Toen de O2 afging, toen was ik met Stefan heel erg in de buurt van weapons. En ik ging snel nog even die dingen, asteroïden was ik nog mee bezig, dus die wou ik snel afmaken. Dus ik denk Stefan die doet hem wel, maar Stefan was gewoon helemaal nergens te bevinden. Dus dat vind ik een beetje, een supergoed argument voor een imposter, omdat ik ben jou net tegengekomen uit electrical. Dus, en als, en als de body in electrical ligt, dan ben jij het dus. En dat heeft ook te maken met in het begin... Dit is ineens heel iets anders. In het begin heeft Niels... Ja, dit is toch echt zo duidelijk, jongens. Omdat hij het heeft gezegd. Hij zegt, wil ik aan de airport al dood hebben. Nee, Niels wil mij dood hebben. Omdat hij zegt in het begin, zegt hij, Stefan is het, omdat hij dat aan het begin heeft gezegd. Maar als ik maar nu heb ik ook echt daadwerkelijk gewoon argumenten. Niels, heb je aan het eind... Nee, wacht even. Aan het eind, Niels, toen je reactor inging, was Stijn daar? Nee, dat was Stefan. Oké, want voor mijn gevoel heb ik Stijn reactor in zien lopen op security cameras, maar niet meer eruit. Het is Niels. Wanneer? Nee, ik heb reactor wel... Nee, wacht hè? Ik ben reactor niet in geweest, want ik was... te laat voor de... Jij liep... Nee, dat was heel veel later. Jij liep van upper engine naar lower engine. Heb je mij voorbij, toen zag je mij? Ja, ik heb Stijn naar beneden zien lopen toen. Ja. Heb je hem ook voorbij lower engine zien lopen? Nee, dat niet. Maar ik heb hem daarna ook niet meer in Reactor gezien hoor. Ja, maar je bent hem wel tegengekomen onderweg naar Reactor? Nee, ik weet niet meer precies hoe dat is gelopen. Ja, want ik kan me dus niet goed herinneren of, dat nou, of ik Stijn naar binnen heb zien lopen of dat het, of Niels was. Ja, ik denk echt dat het Stefan is. Ik denk echt dat het Stefan is. Ik weet het niet zo goed. Ik heb geen idee. Nee. Stijn, als je nu slim bent en Laurens vermoordt, Laurens is degene die jou verdacht maakt, dan wordt het mooi. Of Lars, maar niet Stefan of Niels, want die twee verdenken elkaar. Oké? Oké? Ah, goed zo Stijn, je hebt een meltdown. Stefan, waarom sta je de hele tijd AFK? Ben jij hier niet? Waarom sta je de hele tijd AFK? Heeft Niels iemand gezien? Ik heb Niels de hele tijd gezien. Ik heb allemaal naar de reactor, wat ben jij? Welke kant kwam die van de reactor? Hallo, ik was in O2, ik was die blaadjes erbuiten aan het vegen en toen ging reactor af, ik loop naar de reactor toe en ik kwam Stefan, die loopt de andere kant op in weapons. Maar Laurens, ben jij Niels daar tegengekomen bij O2? Waar ging die naartoe? Beneden. En toen kwam ik hem tegen bij reactor. Vanaf onderen? Ja. Oké. Ik denk nog steeds dat Niels het is. Ja, ik heb al mijn tasks al gedaan. Jij bent hier de enige die een beetje AFK staat te doen en dan naar rechts en reactor. Volgens mij moet ik nog 1 bias en een trashcan. Ik heb al mijn tasks gedaan. Ik ben ook bijna klaar. Alleen nog maar wires in, security en tassen. Wie stemt er nog meer op mij? Lars. Lars is het. Ja, jongen, jij wisselt de hele tijd. Jij kan dat echt gewoon zijn. Gewoon tweede imposter weer. Je had een kill moeten maken, Stijn. Ik denk dat je nu klaar bent. Maar ze verdenken je zo niet, hè? Ze verdenken je niet. Oh. Kom, Stijn, vermoord iemand. Niet uit wie. Hier, vermoord Laurens. Ja, vermoord Laurens nu. Doe het. Vermoord hem nu. Oh, nee. Stijn, vermoord hem. Niemand vertrouwt Laurens. Oh, Stijn. Niet vermoorden. Ja, kom. Maak hem af. Stijn, jongen, wat doe je? Wat ben je aan het doen? Zal ik nou Stefan, hoe ben je... Stijn, je bent zo slecht. Ongelooflijk. Ja. Stijn, je had het niet zo voor elkaar. Je had het zo voor elkaar. Je had alleen maar Lars hoeven vermoorden. En dan Stefan of Niels eruit moeten stemmen. En niemand, dan niemand dacht, ik was de enige die een heel klein beetje dacht dat Stijn het was. Voor de rest dacht niemand aan Stijn. Nee. Precies. Maar Stefan, wat ben je voor een tweede impostor? Ja, echt. Nee, jongens, Stijn. Toen jij, Laurens en Niels beneden bij Storage waren, had je Laurens moeten vermoorden. Want niemand geloofde Niels. Was Niels eraf gestemd? Was je overgeloofd? Had je iemand vermoord? Klaar. Dat is geworden meteen report en dan zeggen ja, het is Niels. Dat was wel een zieke kluts geweest, maar ik denk niet dat Stijn daar zo de zenuwen voor heeft. Ja, helemaal niet. Goh, echt. Ik dacht aan het begin al, want ik weet niet wat ik zei, maar Stijn deed raars zo te gaan. Ja, klopt. Ik was gevent. Ik denk dat jij dat toch door had, dat ik ineens heel snel ergens anders was. En toen stond ik te wachten naar Mad Bay. Ben jij uit Reactor gevent? Of had ik dat... Nee, ik was vanuit Electrical naar Mad Bay gevent. Ja. Ik had David daar, want ik had David gevent. Oké, 3 in admin, dus 1 in electrical. Oké, die leeft dus nog. Storage, waar ga je nu naartoe? Oké, dus dat is Laurens. Staan er camera's? Camera's staan niet aan. Oké, dus ligt een lijk. Ik ben maar dat er een lijk ligt daar. Bijna klaar met alles. Dus dan sta je weer zo. Kijk hoe het ervoor staat. Ik ben ook bijna klaar met al mijn tasks. Ja, nee, maar ik bedoel dat er niet wat dood is. Dat is toch, of Stefan is het weer ook. Of Lars, die het ook slechter onderschat. Ja, Lars heeft ook wel slechter onderschat. Ja. Ja, ik wil gewoon even checken. Ik hoef alleen nog maar download en upload te doen. Download in navigation. Ja, ik moet nog niet zo shield doen. Maar het is echt wel 1 ding. Ik ben het. Oh. Shit, net te laat gestemd. Dan zul je niet zien dat het ook echt is, ja. Het is best een kans, David. Normaal ben je al wel snel de dood bij David. 1 op 6. Statistisch gezien. Ik ben klaar met mijn tests. Ja, ik vond het heel apart. Ik zag Stijn rondjes om de tafel en cafetaria lopen en niks doen, dus ik denk niet dat hij het is. Hier is een spel doen. Dus. Ik was rondjes aan het lopen om de tafel en cafetaria, want ik ben klaar. Ja, ik stond op de app en tafel, dus ik ben klaar. Waar is die gevonden? Ik heb op de emergency button. Ja, want ik volgde Niels naar Navigation om zijn taak te doen. Dat deed hij. Dus ik dacht, oké, hij is het dan niet. Toen heb je dus liep ik weg. Nee, dat ja, toen heb ik hem inderdaad vermoord. Nee, maar toen liep ik weg. En toen dacht ik, loop terug. Maar hij kwam er niet meer, zeg maar, toen zag ik hem niet meer. Ja, Lars, want ik heb op camps gezeten en ik zag jou weglopen met Niels naar weapons en dan ligt hij denk ik, nou, we kunnen nu skippen en dan kunnen we kijken of hij bij weapons ligt in de buurt. Nee, het lijk is weg. Ik kan het niet meer zien, Steve. Dus ik weet niet. Dan is Lars het. Hoezo ben ik het dan? Je bent geen idee. Gezien op camps. I saw Lars vent. Oeh. David en zo. Nee, ik heb een vermoeden. Ja, Steven kan dat ook zijn hoor. Lekker rondje dan van de tafel. Ik doe met je mee, Stijn. Vind mijn lijk. Jullie hebben gezien dat hij... Ja goed. Stefan. Nee! Lars was het, hè? Ja, Lars. Had je... Oh ja, David gekild. Ja, dacht ik. Storage ging dicht. Dus ik dacht dat moet Lars zijn. Ja. Ik dacht, ik zag je achter me aanlopen. Ik dacht, ik ga niet de lector kunnen, want daar ben ik sowieso dood. Toen ging storage dicht. Ja. Ja, ik begin altijd te langzaam. Veel te langzaam. Klopt. Je moet gewoon ergens naartoe, het liefst met één iemand, die meteen killen en dan ergens anders heel ver weglopen. Ja, en dan een reactor af gaan. Door, want iedereen ziet je toch weglopen met die persoon. Ja, boeien. Ja, vaak wel. Als je dan helemaal omloopt en dan iemand anders tegenkomt aan de hele andere kant en dan reactor af laat gaan, dan denken mensen, oh ja, dan is het wel... Ja, klopt, ja. Daar is het. 4 uur. Ik moet nog 5 uur bij de tandarts zijn. Dus ja. Oh, vieze, vuile Stefan, kom. Iemand zag de camps, die zag mij daarheen lopen. Ja, ik wilde mijn wiring doen, zag ik opeens de report. Wat zei je? Was jij net in de reactor? Wie? Ik was in de reactor. Ik ging samen met Laurens in de reactor. Ja. En dat was Niels en Lars deden. Laurens, jongen. Ja. Ik zag Stefan bovenin storage, de wires doen. Ja. Een reactor afging. En ik kwam vanuit comms, dacht ik. Ja, daar rechts, comms. Maar daar ligt zou het Stefan kunnen zijn. Ik denk dat de body daar ergens ligt. Hij is gevonden in admin. Ja. In admin? Ja, dus ik denk... Dus vlak naast jou, zeg maar. Stefan is een beetje verdacht, maar... Ik ben niet verdacht deze keer. Hoezo niet? Letterlijk... Jij bent altijd verdacht en deze keer vooral verdacht. Waarom? Je staat letterlijk ook dichter bij de boven. Je bent als laatst bij Reactor en Body ligt in admin, terwijl ik jou voor het laatst heb gezien bovenin storage. Oké, ik zal je vast vertellen, ja, Laurens is het nu, want die gaat vol op mij, dus Laurens is het. Maar stem op. Waarom ben ik het? Ik loop langs storage met Stijn, is een drop, en ik zie jou bovenin wires doen. Of faken, blijkbaar. En we lopen door naar Reactor, jij komt nooit bij Reactor aan en we vinden de body in admin. Ja, terwijl ik op cam zit. Stefan die heeft ook gewoon scheid aan emergency dingen. Ja, maar dat is ook, moet je een beetje voor jezelf opletten. Stefan is er altijd tweede imposter dus. Dat is standaard. Nou, ik denk eigenlijk dat Stijn het weer is. Nee, er was nog niemand dood geweest. Er is al iemand gekilld. Oh, zoals dit nou. Wat? Ik ben populair vandaag. Ja, normaal gesproken ga je nooit zo agressief op iemand. Precies, precies Niels. Oh, Lau, gevaarlijk. Nu moet je eigenlijk Niels worden. Eens kijken, waar ben jij? Oké, het is Laurens. Want? Want ik zag twee mensen, op admin zag ik twee mensen in electrical en... Niels is het niet. En ik zag dus twee mensen, dus ik ging daar even koekeloeren. Ik zag Lars vanaf links lopen en Stefan is helemaal rechts, dus ik denk dat het Laurens is, want ik zag de vent nog vlak voordat ik report aan het bewegen. Maar ik was gewoon in de cafeteria aan het lopen nu, richting O2. Nee, kan ik dan? Ja, via de vent. Nee, dat is niet waar. Je bent sorry, ik liep in de cafeteria. Het was net te laat, hè? Dus er is naar mij. Nee, Stefan, jij zegt iedere ronde dat iemand het is en je hebt niet eens... Je zou 1/6 van de tijd goed moeten zijn, dat ben je niet eens. Ik heb het altijd goed. Jij hebt het nooit goed. Je hebt het altijd een Niels is het! Waar Stijn? Stefan die op Niels ging, terwijl jij het was. Ik heb het altijd goed. Ja, steeds iedere ronde, ja. Oh, het is Niels, oh, het is Lars, oh, het is die en dan wint Stijn. Dat is echt bizar. Ik denk dat Steven het is. Shit. Admin, storage, electrical, medbay reactor. Dan lopen we gewoon de admin, dan de storage, dan die, dan daar, dan daar. En dat is dus de wires. Als de volgende langskomt, dan ga ik weer bewegen. Kom hier staan, ik ga je volgen. Lars en David zijn het niet. Ik liep van, ik kwam net langs Laurens en het lichaam van Niels ligt bij de lower reactor. Het is Stijn! Nee, het is Stijn. Gast, ik ben het niet. Ik zat op reactor, ik heb de volgorde gedaan dat je al die blokjes moet inklikken. En daarna heb ik alle nummers gedaan. Dus als ik ondertussen op mijn telefoon aan WhatsApp het reageren, ik loop daar langs. Ik heb Niels nooit gezien. En nou ligt hij ineens, volgens Stijn ligt hij achter mij. Self-report Stijn. Ja, hij ligt gewoon op low reactor. Self-report Stijn. Self-report Stijn. Weet je, je bent wel overtuigend, maar Stijn, wat is jouw tegenargument? Nou, ik zeg niet dat Laurens het is. Ik liep gewoon van boven naar beneden en ik kom bij low reactor aan en daar ligt Niels. Dat is alles. Ik heb niemand gezien voor de rest. Low reactor? Ja, oké, daar ben ik niet eens geweest. Daar ben ik misschien te vroeg gevoten, maar daar ben ik niet eens geweest. Ik liep via boven en toen kwam ik Laurens tegen. Ik weet niet waar ik vandaan kwam. En toen ik kan wel zeggen, ik heb op camps gezeten, want David was aan het dansen voor mij. Bij admin, op camps. En toen liep ik naar beneden en toen zag ik daar Niels liggen. Ik ben meer de security aan omhoog gegaan, maar ik vind het dus gek dat hij nu vlak achter mij, ja, nee. En als Stefan ervan overtuigd is dat die andere twee niet zijn, dan is het Stijn. Ja, maar ik weet dat niet. En jij ook niet. Kan wel. Ik weet dat ik het niet ben. Ik ben het nooit, ik was vorige ronde voor het eerst. Iemand deed de deur dicht bij mij en Stefan. Ja, dus ik denk dat Stijn het niet kan zijn. Want Stijn denkt, ik denk dat Stijn dat niet weet hoe dat moet. Nou, nu onderschat je Stijn een beetje. Ik weet niet of dat belediging is voor Stijn of dat wel. Ik weet wel hoe het moet, maar ik heb het niet gedaan. Ik moet wel zeggen, ik was bij storage met Stijn. Wij kwamen van onder naar boven naar reactor toe. En Stijn die zag mij lopen en die volgde mij direct. Dus ik rende voor mijn leven. Natuurlijk, zodra ik Stefan en Lars tegenkwam, liep hij door. Dan kun je niet zomaar suspicious gaan zijn. Nee, maar kijk, ik was op camps. Ik ben wel verdacht op Stijn. Ik was op camps en Stijn die liep meteen O2 in toen het alarm was. Dus dat is gewoon positief. David, jij kwam wat later in admin en dan ging hij er weer weg. En ik heb admin gedaan, ik was er in admin. Moet ik inderdaad O2 bij die boven admin. Precies toen Stefan bij mij erin kwam, ging die deur dicht. Dus ik denk dat iemand op admin heeft gekeken, wanneer er twee in ergens waren en heeft die deur dicht gedaan. Want dat kan nooit toeval zijn. Dus iemand die in admin was, op dat moment, die heeft de deur dicht gedaan. Ik weet niet precies wanneer dit is gebeurd. Ik was net uit admin, ik kwam Stijn tegen in cafeteria. Dan is het David. Ja, op tijd. Ik ben niet in admin geweest. Ik was net met Stefan alleen in Electrical toen Oxygen afging. Ik ben de impostor. En Steve die bleef gewoon stilstaan. Die kwam ook niet mee. Die ging ook niet helpen. Ja, of het is een mastermove van Stefan. Ja, maar het probleem is, Stefan die is zo suspicious, ook al is die wel of geen impostor. Die doet zulke domme dingen waarvan je dacht, ja, dat helpt niet als crewmate en niet als impostor. Dat zijn die waardeloze mensen. Ik ben het impostor. Is niet Stijn. Yo. Lars. dood? Ah, nee. Ik dacht dat ik het slim zou doen. Laurens. Waarom ben ik het? Stijn kan het niet zijn, want ik werd opgesloten met Stijn. Ja, de deuren gingen dicht in de... En ik ben opgesloten buiten cafeteria. Ja, met mij samen. En mij wilde je ook niet. Dus... Precies. Waarom zou ik het zijn als ik jullie buiten daar zou opsluiten en alleen met David? En David leeft nog. Ik denk dat David was het. Het was Stijn of jij? En ja, ik heb altijd gelijk. Ja. De deuren gingen dicht en ik wilde gewoon doorlopen, maar dat kon niet. En Stefan was inderdaad ook in de grote ruimte. Maar ik zou niet weten. Oh, wie was met wie opgesloten? Ik was met David opgesloten op camps, want voor mij zegt Lars dat. Ja, volgens mij wel. Ja, camps. En want ik dacht dus, ik zag Stijn en Stefan vooruitlopen. Ik dacht, die laat ik even vooruitlopen en dan kom ik ze op tegen. En als één iemand dood is, dan weet ik wie dat de andere het is. Ja. Alleen daarom deed ik ook meteen een emergency meeting, want ik zag Stefan rond de tafel rennen en Stijn was weg. Die was omgelopen. Precies. En ik dacht dat jij gewoon ergens in een hoekje dood lag, dus ik dacht, snel reporten. Nee, ik dacht eigenlijk de deur op, dus ga ik doorlopen. Maar Stefan is dus 2 keer met iemand opgesloten geweest. Ja. Ja, dat nog steeds niet gekild, dat is wel triest. Ja, ja, maar kijk, het kan ook gewoon echt een mastermove zijn. Een beetje dom, want iedereen is nu bijna klaar met... de mastermove zal het niet zijn van Stefan. Die roept gewoon dat iemand anders het is. Dat is de mastermove. Ja, ik denk dus daarom dat het David is. Ja, David kan het ook zijn. Maar ik ga wel stemmen. Ja. Stijn, je hebt op jezelf moeten stemmen, joh. Stijn is enige poesie, ja. Poesie, gewoon op iemand stemmen, joh. Ja, ik heb geen idee wie het is, joh. Dat ja, ik weet toch ook niet. Ik word er eens redden beschuldigd door Stefan. Ja, dat is Stefan. Jij kan het helemaal niet zijn. Jij kan het. Jij zat op... Godsamme. Jij zat op... Bij Stefan. Het is blauw. Ik wilde even zeggen, Lars is het volgens mij niet. Blauw. Want Lars zat op de camera's en terwijl je op de camera zit kun je dat menu niet in. Wacht, okay. Ik heb dus Lars kon mogelijk de deur dicht. Oké, maar wij Stefan en ik komen Stefan achtervolgen bij de hele tijd. Ja. Ja. Wij lopen samen reactor in, dus ja. Ik denk, oh, er is nog niemand. Ik keek er al even boven, ik zag geen naam staan, dus ik rende naar beneden. Ja, ik beneden de hand doen. Stefan redt net bij mee naar beneden. In die reactors, dat vond ik wel raar. Ik dacht, ga je dan naar boven doen, dan kun je het samen oplossen. Ik hou de hand erop, er gebeurt er niks. Ik denk, oké, nou, dan blijft Steve wel beneden, ga ik naar boven. Loop ik naar boven, toen zitten er al mensen. Houdt Steve zijn hand niet beneden erop, echt. Daar voor mij is het Steve. Dat is niet waar. Dat is wel waar, want er gebeurde niks. Dat is wel een beetje gek inderdaad. Wij waren er ook veel eerder. Ik dacht, ik loop met Lau mee. Ik loop met Lau mee. Als ik bij Lau ga staan, iemand die niet de imposter is, gaat meteen omhoog en die denkt, oh, dan doe ik wel die andere. Lau bleef 5 seconden stilstaan. En dan zegt hij, ik loop naar boven. Maar nee, ik bleef niet 5 seconden stilstaan. Ik stond daar, want... Nee, dat kan je helemaal niet zien, want... Nee, Steve, dat kun je helemaal niet zien, want ik hield mijn hand erop. Dus jij hield je hand... Jij was het oefending die je mijn hand helemaal niet had gebruikt. Laten we die maar eruit stemmen. Stefan eruit stemmen. We hoeven er maar een paar taken te doen. Dus als we dat gewoon met z'n allen doen, dus dan hebben we gewonnen. Nee, voor mij moet nog één ding. Ik ben nog klaar. Al 200. Voor mij moet ik nog upload. Nou ja, klaar. Lars, lekker David. David, als Lars niet op jou had gestemd, was je eruit geweest. Nee. Maar ik vertrouw je, Lars. Lau is Stijn, hoe ben je Lau? Dat was Stijn! Ben je achterlijk of zo? Oh, dat was het Stijn, dat kan ook. Lau! Nee, ik ben een mooie, dus ik Ik report gewoon. Oh ja, oh. Gast, hoe zo snel kun je die reporten? Hij ging dood en binnen een seconde, echt supersnel was een report. Ja, zelf report, Stijn. Ongeluk twee keer achter elkaar. Stijn. Lars had helemaal gelijk de hele tijd. Het is Stijn. Heel goed, Lars. Het Stijn. Het duurde veel te lang. Stefan, ben je achterlijk of zo, echt? Lekker Stijn. Ik dacht misschien zijn er meerdere bij elkaar, maar ik wilde echt een paar seconden eerder klikken op... iemand van Stefan zegt, ja, het is lauw. Hoe kon ik het nou zijn? Je ziet dat Stijn het hakt. Ja, dat komt wel mooi. Stefan had een vooroordeel. Je had eerder al moeten stemmen op iemand. Stefan is echt tweede impostor, ja. Oh. Geweldig, ja. Ik heb expres gewacht met mijn taak niet te doen. Dat zoiets kon gebeuren. Ja. Iedereen was klaar, behalve ik volgens mij. Ik was echt van, fuck, dat ding nou op. Ik kon echt... Maar hoe had ik jou ook weer gekild, Niels? Ah. Oh, dat was nee, wacht maar. Ja, heel goed. Dat is een geleden gekild. Wat is dit voor disrespect? Niet eens onthouden hoe iemand vermoord. Sorry Niels, voordat had ik hem onthouden. Voortaan doe je het gewoon niet meer. Jawel. Deal. David, met wie was jij in Weapons? Weapons? Ja, ik was bij jou in admin, jongen. Ja, maar nee, daarvoor. Met wie was je daarvoor in Wacht. Jullie waren met z'n drieën daar. Jongens, waar was iedereen? Waar was iedereen? Nee, dat wacht nou, Stefan. Lars. Was nou. Jij was met Stefan en Laurens daar. Ja, Laurens kwam wel. Ik dacht echt wat vermoorden, toen kwam Steve mee. Ik was klaar met mijn upload. Download bedoel ik. Er waren namelijk 3 in Weapons en de rest was allemaal in Admin. Ja, dat klopt. En toen kwam David kwam in Admin en er stonden nog 2 in Weapons. Gast, iemand ligt in Navigation. Ik was gewoon in Admin en toen ging ik naar beneden naar mijn task in... Nee, het is Stefan. Stefan. Stefan, ja? Was jij in Navigation? Ja. Oké, Stefan is het. Ik heb Lars gestemd. Ik heb David gestemd. Waarom? Nee, we hebben allebei Stefan. Nee, Stefan! Oké, nee dan. En terecht, Stefan. Ik dacht, ik ga jou 100% gewoon killen. Interesseert me niet. Ik ga jou gewoon killen. Ik klikte op download use en toen stond ik 500 te wachten. Had ik er niet gedrukt op download. Dus ik stond er een beetje niks te doen bij die taal. Nice. Storf voor niks. Nou, Stefan, dit was wel makkelijk. Ja, maar dit is echt gewoon gratis. Zeker met die zwarte detective erop, hè? Eigenlijk hebben we 1 persoon extra nodig en dan 2 imposters. Dat is misschien wel leuk. Dat is wel leuk, ja. David. Ja! Het is David. Nee, het is David niet. Ik stond met Stefan en admin. En ik had hetzelfde probleem als de vorige keer in... hoe heet het? In ieder geval, ik zag het lijk niet. Ik zag alleen die button gloeien. Nou, dat is geen probleem. Ja, ik ga zo. Ik liep best wel tegelijk met Stefan erin. Dus ik denk niet dat Stefan het is. Ik liep trouwens naast Stefan naar binnen. Dus, bij admin trouwens. Geen idee dan. Ik zou het niet weten. Ik denk dat het Stijn is. Nee. Nee, ik ben het niet. Ja, Stefan en ik waren in de buurt. Alleen ik denk niet dat wij het zijn, maar het zou kunnen dat Stefan erin ging en eruit of zoiets. Ik zou het niet weten. Wat nou, Niels? Ik ben klaar. Ik ben ook klaar. Ik nog niet. Ik ook nog niet. En ik stem David. Oh. Ja, ik ben ook nog niet klaar, maar... ik stem geen David. Ik skip. Ik skip hem ook. Niels. Niels. Hoe heb je mij niet gezien? Oké, het lijkt alsof ik het heb gedaan. Het is Lars. Ik zag hem ook liggen. Jij loopt de wet vandaan. Hoe moet ik het dan zijn? Ik en Niels zijn het in ieder geval niet. We waren met z'n drieën in Electrical. Ik was aan het wachten om te kijken wat zij aan het doen waren. Lars loopt weg met David. Ik loop er achteraan en aan die weg ligt David. Ja, gozer. Wij waren met z'n drieën waren we in Reactor. En jij komt op Stijn aan en dan ligt David daar opeens. Zijn we voten eerst Lars eraf en als die het niet is, dan Stefan. Want wij kunnen het gewoon niet zijn. Lars en dan Stefan? Ja. Prima. Wij kunnen het namelijk gewoon niet zijn. Lars ook op zichzelf. Lars. Maar die kill blauw was zo goed, ik had echt geen flauw idee. Dat was heel veel. We hebben hem. Nice. Ja, maar die desk kan echt heel snel. Ja, Steve, ik dacht heel even, was dat wel een stomme actie. Eerst voorbij David lopen, zijn bordje. Je liep eerst voorbij mij, hè? Ja. Ik dacht, of ben je blind of zo? Ik wil blauw zijn. Hey, wacht, ik ben blauw. Yes. Wat is dit? Ik wil een keer de impostor zijn. Nee! Yeah. Ik ben er 1 keer geweest, de afgelopen 3 uur zo. Ik ben het. Oké, stem op, Steve. Ziet er niet gezond uit, groen. Nee, ik ben niet... Nou, ja. Stijn is ziek. Dat is niet best. Oh. Dat is Stefan. Statistisch gezien? Hij zegt ik ben het, hij is het gewoon. Hij wil best proberen, maar ik ben het niet. Stem maar op Stefan, ik weet het zeker. Van zijn stem? Laurens, wat vind jij ervan? Ik skip. Ik vind dat Stefan hem is. Want ik krijg het bericht, ik moet zo'n tandarts, dus hoe sneller de ronde voorbij is, hoe beter. Oké. Wat is dit, joh? Precies. Sorry dan, goede argumentatie. Nou, Stefan, ik was het niet. Gewonnen. Ik ben je vriend. Ja, waarschijnlijk. Surprise. Ik ga nu mijn test doen. Hier is de Lars weer, ja. Lars. Hoe snel gaat dat, man? Dat is helemaal niet snel. Je bent gewoon echt traag. Ik heb echt 3 rondjes rond de web gelopen. En ik heb daar nog 1 minuut op camps gezeten. Jongen, jongen.